Ik ben Hartman in Feyenoord en hier krijgen de chauffeurs vandaag instructie over het leggen van sneeuwkettingen. En ja, Hartman, J.P. Visser en die mannen die rijden allemaal naar boven, naar Denemarken, Zweden, Noorwegen, soms zelfs naar Finland. En ja, dan moet je weten hoe het werkt. In Noorwegen moet je 7 kettingen bij je hebben, moet je ook kunnen leggen. Je moet, ga je boven Oslo, moet je ook nog eens ijskettingen meenemen. En ja, dat is toch fijn om dat een keer gedaan te hebben, voordat je daar in een halve meter sneeuw met je koude klauwen die dingen moet monteren. Dus vandaar dat ze dat hier in de werkplaats even uitleggen en de chauffeur zelf laten doen. Ja, ik heb dat nog niet gedaan. Alles heel vroeger. Maar dit is echt een wegrijhulpje. Dit is echt een wegrijhulpje. Oké. Dus als je... Als je aan het vast staat en je kunt voor een dak. Ja. En je denkt van, oh, ik ben eigenlijk te lui om kettings te lengen, ik wil niet. Dan leg je... Ze adviseren er. Ze adviseren er ook 3. 3 op 1 wiel? 3 op 1 wiel, ja. Sorry dat je dat ene stukje net onder het wiel krijgt. Ja. Leg je dat voorste stukje leg je onder het wiel. En dan is het een kwestie van erop rijden. En dan vanachter eerst vanachter in de haken en dan de spanner aantrekken. Thank you.
Ketting is het belangrijkste. Dat je hem zeg maar aan de binnenkant zo ver mogelijk het eerst opspant. Dat je daar niet bij kunt. En dan kun je met deze kun je hem een keer opspannen. En dan na tijd, na een stukje te gereden te hebben, gewoon even los. Twee, kijken of je bij het begin nog een keer in kunt haken. Nog een keer strakker kunt zetten en dan weer opspannen. Ja, ja, dus het belangrijkste is dat je hem binnenin direct zo strak mogelijk inhaakt. Ja. Omdat je hem van de binnenkant is je niet te spannen. Oké, en dan daarna een stukje rijden, dan even de spanning eraf en dan kijken of je hem nog een keer in kunt haken. Eén of twee schakeltjes extra kunt pakken. Ja, dat is de bedoeling. En dan dat het maar zo strak mogelijk eromheen ligt. En hoe vaak moet je naspannen? Nou, twee keer. Okay. Dat is wel het minimale. Ja, en als je het niet vertrouwt, doe het een keer vaker. Ik bedoel, het is voor je eigen veiligheid en dat de boel niet kapot slaat. En als je dan één keer alles erop hebt, hoe hard mag je dan rijden? 50. 50 kilometer per uur. Ja. Maar harder wil je ook niet waarschijnlijk. Dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Niet in de omstandigheden als je ketting gelegd hebt. Nee, precies. Nee. Een tip is sowieso, neem tie-rapjes mee om het laatste stukje ketting even vast te zetten, want er zit altijd een rubbertje aan, maar ja, dat zit er nog wel aan op het adduct. Dus tie-raps mee is altijd handig. En ja, een tipje van mezelf, ik had altijd een zakje kattenbakvulling mee. En als je net even de dok omhoog doet, dan kan dat net voldoende zijn en dat verskomt je heel veel ellende en dat voorkomt je het leggen van sneeuwkettingen. Want ja, voor 5 meter een ketting leggen, dat wil je ook niet.